Behoud van. Wat wil je het liefst behouden? Natuurkunde is duidelijk. In natuurkunde zijn we dol op behoud van energie. Er is zelfs een wet voor. Let op. De wet van behoud van energie is op zich heel simpel. Namelijk, alles wat je in het begin hebt, heb je ook op het eind. Dat is de wet van behoud van energie. We doen een paar voorbeeldjes. Stel je voor, je hebt een bal. En die bal die laat je los, op 1,5 meter los. Hoogte. En de vraag is, met welke snelheid komt u op de grond? Dus, wet van behoud van energie, wat je voor hebt, heb je ook achteraf. Oftewel, in het begin, even voor. Nou, even voor, in het begin. Hè, als je tenminste niet met snelheid loslaat, is alleen maar zwaartenergie. En op naar beneden toe. En vlak voordat hij de grond raakt, heeft hij dus alleen nog maar snelheid. Oftewel, E voor is m keer g keer h. En E na is een half mv kwadraat. En je ziet nou, dat is mooi. Links en rechts heb je beiden de massa staan. Dus die kun je wegstrepen. En hou je dus over. G maal h is een half v kwadraat. En zie dus de massa. Heeft geen invloed. En dan wist je natuurlijk al, hè, als je 1 kilogram of 2 kilogram loslaat, komen ze tegelijk op de grond. De snelheid is niet afhankelijk van de massa. Nou, dit kun je dus eventjes herschrijven. Ja, v kwadraat is dus hè, links en rechts keer 2, 2 gh. En een kwadraatje vandaar, wortel van, alles invullen en je hebt de snelheid, 5,4 meter per seconde. Let op, je had dit ook kunnen oplossen met de wet van arbeid en kinetische energie. Maar dat is vaak zo. Je gebruikt of de een of de ander. Soms is de een makkelijker, soms is de ander makkelijker. Voorbeeld 2. Nou, je ziet hier 3 meter per seconde wordt zo'n bal weggetrapt. En hij gaat de helling op. En hoe rolt die verder? Waar komt die stil te staan? Nou, ook hier weer. E voor ja, is 1a. En in het begin zit je op de grond, heeft hij dus alleen maar kinetische energie. En na de tijd ja, heeft hij, als je stilstaat, alleen maar hoogte. Dus E voor is half mv kwadraat, na is m keer g keer h. Je ziet, het is bijna hetzelfde als voorbeeld 1. Het staat net andersom. Nou, je kunt dan de hoogte berekenen. Eventjes links en rechts delen door mg. En m kun je weer wegstrepen en invullen. Krijg je dat de hoogte 0,46 meter is. Dit werd echter niet gevraagd. Gevraagd werd hoe ver rolt hij de helling op. Dus S wordt gevraagd. Nou, eventjes een driehoekje tekenen. En zie je van, hé, overstaande rechthoekzijde, 20, dat is de sinus. Dus sinus 20 graden is gelijk aan overstaand gedeeld schuin H gedeeld door S. Oftewel, S is H gedeeld door sinus 20. En als je dus voor H 0,46 invult en met je rekenmachine doet, kom je op 1,3 meter. Als de helling slechts 0,5 meter is, dus hij gaat er overheen, dan komt hij op de grond terecht. Ja, aan de andere kant. Hoppakee. En met welke snelheid valt de bal weer op de grond? Dit lijkt moeilijker dan het is. Want ook hier weer, er is energiebehoud. Dus als de energie voor en na de tijd gelijk moet zijn, zal dus de snelheid van tevoren gelijk zijn aan de snelheid op het eind. Want ze zijn beide keren dan weer op de grond. Dus 3 meter per seconde. Natuurlijk wel overal als er geen wrijving is. Het is in dit voorbeeld niet zo. Ja, hier heb je wel wrijving, namelijk 1,5 newton. Nou, blikje wordt erin aangeschopt, 2,5 meter schuift het door en het blikje heeft een massa van 75 gram. En gevraagd in dit geval is, wat is de snelheid van het blikje waarmee hij start? Goed, ook hier weer, ja, de kinetische energie is de energie in het begin. En op het eind is er wel energie, maar dat is de warmte. Ja, is de warmte door de wrijving. Dus e-kinetisch, e-voor, is de warmte veroorzaakt door de arbeid van de wrijving, e-na. Invullen. Half mv kwadraat is fw keer s. Oftewel, v is
Ja, eerst links rechts keer 2, daarna links rechts gedeeld door de massa en tenslotte de wortel er nog uit. En je komt op 10 meter per seconde. Let op dat omdat er wrijving is, kun je geen massa wegstrepen. Dat is in het algemeen zo. Heb je geen wrijving, dan kun je bijna er altijd van uitgaan dat je massa kunt wegstrepen. Wel wrijving, dan heb je toch echt de massa nodig. Trouwens, massa, wist je ook alweer van E is mc kwadraat? Oftewel, wet van behoud van energie heeft dus ook met massa te maken. Een goed moment om er even over na te denken en dus om eventjes te stoppen. Bedankt voor het horen en tot ziens!